Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onze dochter Patricia. Dat stond op het geboortekaartje dat mevrouw en meneer Pai op 7 april 1949 lieten verzenden. Als baby kraaide zij het hoogste lied en vader Pai hoorde toen al als muzikus dat zij een bijzonder stemgeluid had. Zijn dochtertje had inderdaad al heel jong belangstelling voor muziek en als meisje ging zij vaak mee op tournee met het orkest van haar vader. Toen de zangeres van het orkest op een avond ziek werd, viel de toen 15-jarige Patricia in en het publiek was enthousiast. Haar vader trots en zij had definitief haar besluit genomen, ik wil zangeres worden. Zij deed veel ervaring op en zong het meest uiteenlopende repertoire. Haar talent bleef niet onopgemerkt en talent scouts als Lou van Rees en Willem Duis zorgden ervoor dat zij kon deelnemen aan songfestivals in Knokke, Sopot en op Malta. Als tienerster scoorde zij met haar eerste hit met het liedje Je bent niet hip. En bij de opkomst van de disco-muziek in 1976 stond haar naam vele malen op de hitparade. Ambitieus als zij is, zocht zij steeds weer naar nieuw repertoire. En haar eigen productie van het liedje uit de musical Annie, getiteld Tomorrow, bleek niet alleen in ons land, maar ver buiten onze grenzen een groot succes te zijn. Als meisje droomde zij er altijd van ooit nog eens een ster te worden. En nu haar naam samen met die van haar zusje Yvonne en Sylvana bovenaan de hitlijsten staat in vele Europese landen, mag ik zeggen dat deze droom werkelijkheid is geworden, want zij werden onze Star Sisters. Dames en heren, het kleine meisje uit Rotterdam werd niet alleen in ons land populair. Zij is tot ver over onze grenzen een veelgevraagd artieste geworden. Tussen haar optredens door in Parijs, Berlijn, Madrid en Rome, vanavond in Bussum. Hier is de ster van onze show, Patricia Pai. Welkom in onze show tussen al die prachtige danseressen van de... Dankjewel. En de dansers van de 70s, Seven Dancers uit Rotterdam. Mooi, je ziet er geweldig uit, Patricia. Nou, jij ook, mag ik zeggen, ja. Het glimt zo mooi. Ja. Fred, is iets niet goed, hoor. Wat is er niet goed? Nee, ik ben veel te klein nu. Theo, een beetje... Nee, dat vind ik niet leuk. Dat is altijd hetzelfde, hè. Bah. Ja, maar je bent niet zo groot. Wat... Nee, dat weet ik, maar ja. Maar misschien is het zo beter, hè? Wat, dus hoe... Nee, ik vind dit ook nog niet goed. Nee, wacht, ik denk dat ik daar wel op weet, wat hoor. Ja, want het gebeurt wel vaker. En het is iedere keer hetzelfde. Ja, dus het is een beetje kort, hè? Hoe bedoel je dat? Ja, zet hem maar even bij. Wat heb je nou? Dit is mijn showbiz-kistje. De showcase? Ja. Ja, nou, hoe lang ben je eigenlijk? Nou, hoe kort? 1,58. 1,58, nou, dat is een mooie lengte zo. Ja, en, zo wel. En wat weeg je? Nou, 45 kilo. Nou, ik verwacht dus een antwoord, hè. Maar vrouwen zijn over het algemeen niet helemaal eerlijk over hun gewicht. Ja, ik wil het eigenlijk weten, want ik heb mijn eigen showweegschaaltje meegebracht. Hè. Oh. Dan wil ik van jou wel eens willen weten of het inderdaad 45... Ik ga mijn knieën voor je. Ja, goed. Laat eens even zien. 45 kilo, zei je, hè? En niet op mijn schouder drukken. Nee, helemaal echte kilo's. Nou? Echt. Star on 45. Ja hoor, het is 45 kilo. Precies, 45 kilo. Dat klopt precies. Ja. Ja. Wat moet jij nu allemaal laten om zo op gewicht te blijven? Nee, ik moet juist niets laten. Ik moet juist ontzettend veel eten. Mijn moeder zegt iedere dag, eet je nou wel? Ja, dat doe je toch? Ja, ik moet ontzettend veel eten om een beetje flinker te zijn. Ja, dat, een ander die wordt... Schiet erbij in. Precies, die kijkt naar taartjes, kijkt naar eten en wordt er al dik van. En ik alleen, als ik daarna ga kijken, ja, dan val ik al af. Dan val je al af. Want ik kijk al. Ja.
Nou, is heel goed voor je zorgen. Je moet je niet te veel inspannen, alhoewel. Nee. Dat blijkt allemaal om te blijken. Wie heb je vanavond allemaal meegebracht in je eigen show? Ik heb, vind ik, hele grote sterren meegebracht. Wie? Jawel, je gelooft het niet. Nee, ik geloof het niet. Marilyn Monroe. Nou. Charlie Chaplin. Kijk eens aan. David Essex, Gerard City, niet mis. Fred Oster. Was hij vrij vanavond? Heel moeilijk, ik kon hem krijgen, gelukkig nog altijd. Enfin, het grote orkest, een ballet. Oh, ik voel me helemaal Alice in Wonderland. Je voelt je fijn. Heerlijk. Nou, als je je fijn voelt, rustig aan, take it easy. De mensen hier in het pand zitten klaar voor je, ze zijn blij dat je er bent. De mensen in de huiskamer, ze kijken alle vol verwachting. Ik wens jou heel veel succes. En zeg u, dames en heren, uw presentatrice van vanavond, Patricia Pai. Even de weegschaal weg, want wat ik nu aan ga kondigen meteen al, ben ik zo ontzettend blij mee. Het was ontzettend moeilijk om te krijgen, deze groep. Ze hadden het zo druk. Ze waren alsmaar in buitenland. De AVRO heeft kosten nog moeite gespaard. Toch nog konden we ze krijgen. En het zijn drie ontzettende gezellige meiden uit Rotterdam. Namelijk de Star Sisters. Woehoe! To Broadway for Cincinnati. Don't get it, you with the 1, 2, 3. Life is just so fine on the solid side of the line. Flip, hold tight, hold tight, hold tight, hold tight. Pretty Akisaki wants seafood, mama. Shrimps and rice, they're very nice. Hold tight, hold tight, hold tight, hold tight. Pretty Akisaki wants seafood, mama. Shrimps and rice, they're very nice. Roll out the bedroll, we have a barrel of fun. Roll out the bedroll, we got the blues on the run. Sing, boom, tararoll, bring Sisters. Quiet, please. There's a lady on stage. She may not be the latest rage, but she's singing and she means it. She deserves a little silence. Quiet, please.
There's a woman up there singing of the things that none of us could ever say for ourselves. Give her your respect, if nothing else. Put your hands together, help her along. All that's left of the singer, it's all that's left of the song. Stand for the ovation. Give her one last celebration. Quiet, please. There's a person up there. She's been on the stage long before your conscience was raised. Doesn't she deserve a little praise? So put your hands together, help her along. All that's left of the singer, it's all that's left of the song. Rise to the occasion. Give her one last celebration. Quiet, please. There's a lady on stage. Conduct her. Turn the final page. And when it's over, we can all go home. She lives on a stage along. So put your hands together, come on. Help her along, come on. All that's left of the singer, it's all that's left of the song. All right, come on. I put your hands together, help her along. All that's left of the singer, it's all that's left of the song. Stand for the ovation. Give her one last celebration. I put your hands together, help her along. All that's left of the singer, it's all that's left of the song. Rise to the occasion. Come on. I give her one last celebration. I put your hands together, come on. Help her along. All that's left of the singer, all that's left of the song. Stand for the ovation. Give her one last celebration. I put your hands together. Help her along. All that's left. I give her one last celebration. Put your hands together, help her along. All that's left of the singer, all that's left of the song. Stand for your version. Thank you, Bell. Sympathieke Wim Koopmans. Goed, hè? Dat is zeer goed, ja. Ik neem aan dat het je Rotterdamse hart zeer goed zal doen, hè? Heerlijk. Luister, om te beginnen, want ik moet. Ik heb je beloofd, je zou op die 45 kilo blijven. Oh. Je moeder heeft het gezegd, je moet blijven eten. Wat zal het zijn? Appel, chocolade, mokka. Nou, ik vind die erg lekker eruit. Met dat rode, met die deze? Cake. Ja, deze? Zalig. Ja.
Wegkrijgen nu is wat anders, maar... Ik zou zeggen, Berin was... Hadden we maar genoeg, konden de mensen ook een dat komt geven, nog wel, ik heb nog lepeltjes, alles even bij me. Hier, begin maar lekker te eten en luister maar naar oom, hè? Mooi voor mijn jurk, ja. Zo, servetjes, alles, nou dat zijn er niet, maar dat doen we aan de bank. Ja. Zeg, Rotterdam, daar hadden we het over. Jij bent Rotterdam eigenlijk altijd trouw gebleven, hè? Je bent er geen dag eigenlijk weg geweest, behalve voor je werk. Inderdaad. Inderdaad. Ja, ik ga ook niet weg. Zal ik het even neerzetten? Dat ja hoor, je mag niet met een volle mond eten van je moeder, hè? Maar goed. Ja, inderdaad. Ik ga ook helemaal niet weg, Tijn. Ik wil daar absoluut blijven wonen. Er zijn een heleboel Rotterdamse artiesten uit Rotterdam voortgekomen, maar die zijn er eerst allemaal weggegaan en jij zit er nog steeds. Nou, Wim Koopman zit er ook nog steeds gelukkig, maar ik blijf pertinent. Ja, hoor. Noem nog eens een paar Rotterdamse collega's. Nou, we hebben Rita Reis, we hebben Lee Towers, we hebben Anita Meijer, we hebben natuurlijk mijn zus Yvonne Kili. Om nou eens een paar te noemen. Oh. Ja, en jij, hè? Ik ben daar opgevoed, ik ben er niet geboren, maar ik heb het groot deel van mijn leven gewoond. Ja. Jij hebt een gezin, hè? Je hebt een kind, je hebt een man, je hebt een huishouden. Hoe is dat te combineren? Want we hebben net gezegd Rome, Parijs, je gaat overal naartoe. Hoe gaat dat met een kind thuis? Nou, dat is altijd moeilijk te combineren. Of je nou een zangeres bent of een vrouw die überhaupt wat anders doet. Het maakt niet uit. Het is voor een vrouw altijd moeilijk als je een gezin hebt om daarbij iets te doen. Dus het is even moeilijk. Je moet zorgen voor een goede oppas. Of in ieder geval je moeder die alsmaar je bijstaat. Want je moet alles regelen voordat je eigenlijk de deur achter je dicht trekt. Heb je al zoveel geregeld, ben je al eigenlijk al moe, hoor. Maar zijn je gedachten niet vaak weer thuis? Als op het ja, dat... heel erg. Ja hoor, denk als ze nou maar dit doen en ze niet vergeten dat. En laat ze de hond nou eten geven en de poes moet binnengehaald worden, ja. Ook nog een hond, waarom heb je die hond gekregen? Nou, dat zal ik je vertellen, want... Kijk, mijn man moest natuurlijk in het begin ook heel erg aan wennen dat ik ontzettend veel aandacht kreeg van andere mensen, mannen en zo. Dus hij dacht, nou, ik zorg voor een goede bescherming. Dus hij gaf me een hond. Een bulldog of een zo'n grote... zo'n klein Yorkshire terrietje met zo'n strikje, weet je wel. Ja, nou, dan lach je nou, maar iedereen griezelt ervan. Dus. Maar die zijn iets kleiner dan een kat, geloof ik, hè? Hij is inderdaad kleiner als mijn kat, ja. Ja, maar in de vellen. Hij past goed op je. Heel erg fel, ja hoor. De postbode, zijn vingertjes gaan eraf. Heel goed. Je hebt door succes wat je hebt met je zusje en dat andere collegaatje, heb je veel van de wereld gezien. Ja. Je bent ook in Amerika geweest, hè? Weliswaar geloof ik niet met de Star Sisters. Nog niet, nee. Maar ik hou heel erg van reizen, dus ik hoop en ik probeer zoveel mogelijk te zien. En we zijn in Amerika geweest. Wat heeft daar indruk gemaakt? Nou, het gedeelte natuurlijk van Hollywood, hoewel er niet zo erg veel van over is, dat maakt altijd indruk. Ja, want dan denk je, nou, hier gebeurde het nou. Hè? Ja, je kan het nog een beetje zien, want ze hebben een boulevard met allemaal sterren precies, op de grond. Precies, en dan en al die erop, tegels, hè? Ja. En dan ga je expres op die tegels even lopen, zo, ja. Kan je ze aanraken, waar ze gevoel hebben? Even aanraken, een afdruk ja. Zit daarin. Afdruk, even de handjes Welke erin. Afdruk maakte de grote indruk? Wat ik zo leuk vond, waren die voetjes van Charlie Chaplin. Zijn schoenen stonden erin. Ja, die schoentjes stonden erin. Moet ja, kijken. Inderdaad. Nou, zoiets ja, was het, hè? Zo stonden ze een beetje. Ja, dat waren ze. Dat waren ze, inderdaad. Ik heb er ook even in gestaan. Je hebt groot respect voor Charlie Chaplin, ja. Hè? Dat is een serie weer op televisie uitgezonden. Ja, oh, dat vond ik van die heel onbekende erg, dingen van ja, Charlie Chaplin. Nou, dat was genieten gebaren. Dat was genieten, inderdaad. Ik weet dat jij dat ook gedaan hebt. En dat je die man op een andere manier bekeken hebt dan wij hem hebben bekeken. Want... Hij heeft een heleboel van jou weer in... Heb jij in jou gestopt? Ja. Ja. Nou, we zijn ontzettend benieuwd. Je hebt dat niet alleen gedaan. Je hebt er een partner bij. We gaan kijken. Neem ze mee, okay. Want je hebt ze nodig. Goed. Dames en heren, als u straks Charlie Chaplin ziet... Denk dan maar, het is Patricia Pai. Thank you.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile, maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Dat u net zo in de moed bent als ik voor een Moonlight Serenade van de onsterfelijke Glenn Miller. U moet u voorstellen dat het al meer dan 40 jaar oud is en nog steeds zo zalig om naar te luisteren. U gaat kijken en luisteren naar het Afro Televisie Orkest onder leiding van Tony Eijk.
er was filmmuziek ook, want er is een film van gemaakt. Hè? Nou heb ik van je moeder gehoord, dat jij eigenlijk... Oh, ja. Ja, als kind was jij al helemaal gek van films. Je kamertje hing vol van met filmsterren, klopt dat? Ja, ze was daar erg blij mee. Er was geen stukje behang meer over. Je hoefde nooit behangen. Mijn moeders vinden dat vreselijk. En allemaal met plakband, dus dan weet je het wel. Dat zag er vreselijk uit. Maar mijn zusje en ik sliepen in één kamertje, een klein kamertje. Haar bed stond aan de ene kant, mijn bed aan de andere kant. Nou, aan die kant hingen al haar idools en aan de andere kant de mijne. Nou, het was ongeveer wel hetzelfde, dus het hing ook een paar keer dubbel. En wat waren dat voor een idool? Nou, dat was een, nou, meestal vond ik ze het leukste als het allemaal met muziek ook nog erbij te maken had. Want die films van toen, nou dat is niet zo lang geleden, maar net zoals Summer Holiday, Cliff Richard, dat was allemaal met muziek erin. Dat, ja. Dat vond ik één. Catharina Valente en toen. Die hingen er. Ja, die kauwgomplaatjes spaarde ik, waar ze ook op stonden. Ja. Ik heb ook een heerlijke Chateau 45 hier. Ja, Chateau, nou ik drink eigenlijk niet, maar ik zal het proberen. Probeer eens. Ik vind het nog steeds niet lekker hoor. Nou, laat je staan, maar ga door. Je ging naar die films. Maar nou, naar die films ging ik. En dat in Rotterdam, was, In Rotterdam, showfilms ja. Dus, in die tijd. Welke bioscopen ging je toe? Bons op de Schiedamseweg is het Prinsestheater. Maar dan mocht ik 's middags, hè? Niet 's avonds. Met mijn zusje samen kregen we allebei een gulden, 75 cent stallers of zoiets. Ja. En een kwartje over voor een ijsje. Ja. Dan moesten we wel teruglopen. Ja. Je bent in de loop der jaren, want ik ken je van de quiz. Ja, ken je dat zo lang. Toen was je donker, had je zwart haar. Nu, je wordt steeds blonder. Oh. Ja, het is toch zo. Nou moet ik het vertellen, hè? Want iedereen zegt tegen mij van... Hé, waarom bleef je nou niet donker? Want het was zo mooi en het spreekt meer en zo. Ja, ik vind het eigenlijk nooit zo leuk, maar mijn moeder had het ook heel snel. Die werd gauw grijs en dat heb ik ook, helaas. Dus die hele voorkant hier is bij mij al grijs. Dus nu maak ik het blond en zie je het niet zo. Was hij echt een kleur dan? Ik bleach er doorheen. En dat zit hier nog ergens. Zie je het? Ja, hier is het nog donker. Ja. Brengt mij bij een bekend filmactrice. Ze is helaas niet meer onder ons. Blond. En als ik aan een hele mooie blonde denk, dan denk ik aan... Marilyn Monroe, ja. Die heeft uiteraard veel op jouw gebied ook gedaan. Of jij op haar gebied, nou, hoe je het wil zeggen. Dat is een vrouw die in haar leven, van mijn gevoel, erg ongelukkig is geweest. Oh, ja. Ja, het is een heel bijzonder mens, vind ik. Omdat ze nu nog bekender is dan vroeger. Ja, de winkeltjes liggen vol ervan. Het is onsterfelijk. Het blijft maar doorgaan. Ik denk dat ze nu nog beroemder is dan eigenlijk in die tijd dat ze nog leefde. Ja. Maar ja, ze wordt nooit oud. Dat is natuurlijk ook wel fijn. Hè? Ja, ze blijft altijd. Maar het is iets... Ja, ik heb zo'n grote poster bij mij op de gang hangen. Dat heb ik heel mooi op laten plakken. En dan vraagt mijn zoontje ook... Waarom kijkt die mevrouw zo triest? Dat vindt hij dan, dat het zo hangt. Hè? Dan zeg ik, nou, die was ook heel triest. Het was eigenlijk heel ongelukkig was ze. Dat is ook zo. Zou je op haar willen lijken? Hoe bedoel je? Nou, nou dit wel. Maar... want het was natuurlijk wel echt mooi en gevuld. Maar natuurlijk haar leven, nou dat vind ik wel een beetje, nee, ik ben daar te optimistisch voor, denk ik. Was ze als eerste zangeres of actrice? Nou, ik vond het, misschien had ze daar erg last van dat de mensen haar niet zo serieus namen. Ik vond het heel apart op haar eigen manier spelen. En ik vond haar een heel lekker stemmetje hebben. Ze zong heel lekker jazzy, heel kleintjes. Ook in Hollywood, haar handen in de grond gedrukt. Ja. Ik heb mijn handjes erin gelegd. Nou. Het scheelde precies een nagel. Ik weet het. Mijne zijn klein. Ik weet dat jouw handen ongeveer de gelijke zijn van haar. Je stemgeluid komt zelfs een heel eind in haar richting als je dat wil. Nou, ja. En ik denk ik imiteer dat je dat graag. Je imiteert graag. De film heeft een belangrijke plaats bij je ingenomen, zeker de film van toen. Ja. We gaan het bekijken en we gaan het zeker ook beluisteren. Ja. Okay. Marilyn Monroe. For the killing, but when I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to Daddy.
if I invite a boy some night to dine on my fine and heady. I just adore his asking for more, but my heart belongs to daddy. Yes, my heart belongs to daddy, so I simply couldn't be paid. Yes, my heart belongs to daddy. Da 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 da. So I want you, won't you, laddie? Though I know you perfectly swell that my heart belongs to daddy, 'cause my daddy treats it so well. Nobody else but you. I wanna be loved by you alone. I wanna be kissed by you, just you. Nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire. To feel the desire to make you mine. Bottom, bottom, but diddly diddly down. I wanna be loved by you, just you, and nobody else but you. I wanna be loved by you, but diddly 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 down. Poo poo pee doo. A kiss on your hand, maybe. But diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but won't they riddle on your humble flat, or help you at the automat? Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shapes, these rocks don't lose their shapes. Diamonds are a girl's best friend. De volgende gasten hadden wij zelf, de Star Sisters, al gezien in Italië. En dat vonden wij zo ontzettend leuk, vandaar dat hij vanavond hier is. Wij zelf hebben het nog niet helemaal kunnen zien, want wij stonden toen nog achter het toneel stiekem door het doek te kijken. Maar nu zien we hem in ieder geval hier heel erg goed. Veel plezier met Gérard City. Dank u, mesdames, messieurs, bonsoir. Goedenavond, dames en heren. Ik ben Fransman en u spreekt Nederlands. Zodoende ga ik nu mijn nummer in het Engels doen. Ik denk dat het beter is. Ik denk dat het beter better. Anyway, this is my briefcase, you see, and inside are my briefs. These are normal briefs for swimming. But when the wind gets colder, you got better wear them like this for skating or for skiing. Shoes. If you prefer to go to the seaside, I can offer you this model, special for fishing, with the briefcase hat, fish and ships. Well, I see no ships, only hardships. Well, perhaps you think I only do brief impressions. Non, mais je ne travaille pas uniquement des slips. No. Now, what you can do with your briefs, you can do with the rest of your clothes.
che vergogna! Scusi, grazie tante per la sua indulgenza. Arrivederci, Roma. Well, instead of father up, it was more likely father down. No, you see, with these trunks, it's very easy to switch from one religion to another. Oh, no, we are not going too far. Just round the corner to the Orthodox Greeks. They use wearing the briefcase and the waistcoat this way. Yes! Epharistopoli. Epharistopoli, that means thank you in Greek. Alors, maintenant. Ah oui. we are going to the west. To the, oh, even to the far west. Not to forget. Not to forget what I have to do. Yes, maintenant, we're going to the east. Oh, you see, I don't care about politics, but I'm still a turncoat. No. Now, off we go to Japan. Playing Aiden Sukiyaki with my yuki. And in my yellow kimono also. You know what I do? You're gonna die. Too long. Did you see the picture? Then Tokyo, Tokyo, Tokyo very much. Arigato, arigato. Thank you. Wat een nummer, hè? Wat enig. Zo'n man, hè, die gaat eigenlijk met niks gaat hij de wereld over. Want het is met zijn kleding, die man schminkt zich niet. Die heeft helemaal niks nodig. Nee, inderdaad. Schattig, hè? Ja. Dat verkleden en zo. Ja, ik vind het. En zo begrijp je precies wat hij bedoelt. Ja, precies. Gewoon met zijn kleding. Ja. Zeg, jij hebt in het verleden heb je eigenlijk alles al gedaan, hè? Je hebt met de Mounties sketches gespeeld. Dat zingen weten we alles al van. Ja. Toneelstukjes. Toneel heb je niet gespeeld, geloof ik. Nee, maar ik heb wel eens een keer voor de VARA heb ik Waaldrecht heb ik meegespeeld. Dus dat heb ik ook een rol gespeeld, ja. Je hebt ben je met een model geweest, heb ik gezien. Ik heb als fotomodel. Ik heb heel sterreclames gezien. Ja, inderdaad. Het enige eigenlijk waar ik je in gemist heb tot op heden is in de Nederlandse speelfilm. Er worden er veel gemaakt. Waarom ben jij daar nog nooit bij geweest? Ja, nou, ik weet het eigenlijk ook niet. Ik zou het best eens willen, hoor. Maar er heeft een keer, Paul Verhoeven heeft een keer naar me zitten kijken. Dat kan me nog herinneren. Dat doen ze zo, hè. En toen keek hij naar me en toen zei hij, ja, je hebt wel wat. Maar ja,
ik weet niet zo gauw wat ik met een zangeres in een film moet doen. Maar ja, dat is natuurlijk niet zo de bedoeling. Dan zou ik wat anders willen doen natuurlijk, hè? Nou, niet zingen. Maar er zijn grote zangeressen die toch ook in Amerikaanse films... Neem eens Streisand. Hier gebruiken ze geen zangeressen daarvoor. Ik zou het best eens willen proberen. Ik zou je kiezen, hoor. Ja? Ja. Maar als jij nou in zo'n... Nee, ik ben helaas geen... Voor jou dan, geen... Nee. Geen filmregisseur, maar stel nu voor, hè, dat je in een film gekozen zou willen worden, of zou worden. Ja. Met wie zou jij dan het liefst de rol spelen? Nou, even kijken, dan zou ik een beetje vrolijke film, zou ik dan willen, zoals Goldie Hawn een beetje. Ja? Als ik het kon, dan, dat zou ik dan moeten proberen. En dan zou ik het, zal ik het je laten zien met wie? Ah, nee, misschien, laat eens even zien. Ja, ik let op. Ik zag je al 100 keer als showman of acteur. Ook als zanger schoot jij zo dikwijls in mijn roos. En ik heb zo vaak gedacht, als ik jou zag, wat zou de oorzaak zijn dat Hollywood voor Rutger Hauer koos? Jij kon al lang bekend zijn, als Hollywood maar wou. Maar ja. Waar zou de producent zijn, op zoek naar een ster, dus naar jou. Dus naar mij. Jij hoort naast Rutger Hauer. Ja, hoor. En voor Jeroen Krabbe. Makkelijk. Misschien lijk jij wat ouder, maar zo'n detail telt niet mee. Als jij in een film zou vrijen, zoals je met Joker soms spreekt. Wordt hij wel voor de 18? Dan was Peter Vader nergens, die kon zo in de WW. Al hierheen. Het is rot voor recht te gooien. Het is jammer voor de jockey. Die ruimt voor jou het veld. Jij speelt net even mooier, de superheld. Weet je wat zo geweldig is, Patricia? Er staan aan die show van een ster die niet alleen beeldschoon is, maar die ook zo intelligent over het vak denkt. Oh ja. Ik denk dat jij ook best bij de film kunt. Oh, vind ik wel. Natuurlijk. Ja. Zeg mij, wat heeft Bo Derek? Ik weet het niet. Wat heeft Van Amorooy? Nooit achter kunnen komen. Jij bent hetzelfde merk. Je bent net zo fraai, net zo mooi. Ik viel steeds voor Monique in Katzwijn. Ik zwoer steeds bij Van der Ven. Nee, ja. Maar dat kan ze voortaan vergeten. Ik werd van jou een fan. Vanessa kan in zaken upside down, want alles overziend. Ga jij het voortaan maken als boezemvriend? Ja. Oh, stel je dat eens voor, Patricia. Jij. Ik. Jij. Wij samen in het CinemaScore. Het was jammer voor Sue Ellen. En zielig voor JR. Misschien dat wij ze bellen. Voor een kleine rol. Naast de star. Zo'n John Travolta, als jij de harten steelt. Tot ver in Oppervolta kwam dan jouw naam groot in beeld. Jij bracht 007 meer tot leven dan een Roger Moore. En jouw eerste rol werd klasse, daar kreeg je 4 Oscars voor. Twee sterren zou bestijgen, maar wie mij hebben wou, die zou me kunnen krijgen, alleen met jou. Alleen met jou. Alleen met jou.
dames en heren. Mijn eregast voor vanavond komt uit Engeland. En hij is daar heel erg beroemd. Ik denk dat u hier nog niet zoveel van hem gehoord heeft. Maar hij is in Engeland bekend als een musicalster. Hij heeft in een prachtige film gespeeld, Stardust. En ik herinner me nog dat 12 jaar geleden ging ik naar Londen naar musical Godspell, waar hij in speelde en probeerde een handtekening van hem te krijgen achter bij de stage door. En er stonden zo ontzettend veel meisjes. Ik heb hem nooit gekregen. Nou is hij eindelijk heel erg beroemd geworden en nu heb ik hem vanmiddag toch nog gekregen, die handtekening. Kun je nagaan. Dat is natuurlijk erg leuk en nu staat hij in mijn show. Wat wil je nog meer? Hij gaat voor u een heel lief liedje gaat hij zingen. Het is zijn nieuwste plaat hier in Nederland, dames en heren. A Winter's Tale van David Essex. Should close the door, and anyway the snow has covered all your footsteps, and I can follow you no more. The fire still burns at night, my memories are warm and clear, but everybody knows it's hard to be alone at this time of year. It was only a winter's tale, just another winter's tale, and why should the world take notice of one more love that's fair? It's a love that could never be, though it meant a lot to you and me. On a worldwide scale, we're just another winter's tale. While I stand alone, a bell is ringing far away. I wonder if you hear, I wonder if you're listening, I wonder where you are today. Good luck, I wish you well, for all that wishes may be worth. I hope that love and strength are with you for the length of your time on earth. It was only a winter's tale, just another winter's tale, and why should the world take notice of one more love that's fair? It's a love that could never be, though it meant a lot to you and me. On a worldwide scale, we're just another winter's tale. It was only a winter's tale, just another winter's tale. Why should the world take notice of one more love that's fair? It's a love that could never be, though it meant a lot to you and me. On a worldwide scale, we are just another winter's tale. Beautiful.
beautiful song. Thank you so much for having me in my show. It's a great pleasure. Thank you. Beautiful. Oh, thank you. Thank you. David Essex. Ik zou graag voor je willen klappen, maar ik heb de handen vol, want ik heb de weegschaal weer bij me. Want we zijn aan het eind van het programma gekomen, Patricia. We zijn een beetje te laat. En ik heb je beloofd, je bent met 45 kilo binnengekomen. Je zal met 45 naar buiten gaan ook, hè? We gaan even kijken. Ik slet hem hier voor je neer. Doe mij een lol, belofte maakt schuld. We gaan kijken. Ja, ik zou je loslaten. Want je bent waarschijnlijk je gewicht in goud waard. Dat was je ongetwijfeld. Lievertje, je bent 43 kilo. Ah, vandaar dat ik je 2 kilo bloemen geef. Ja, het zit erop, zoals gezegd. Je bent, denk ik, een zangeres die ook kan presenteren. En er zijn een heleboel presentatoren die niet kunnen hardlopen of zo. Nou ja, die probeer je dan te zingen. Dat doe jij niet. Nee, ik denk dat het moeilijk is, hoor, zingen. Nou, ik heb het bij jou gezien. Maar je slaat je daar zo makkelijk doorheen. Ik denk dat je het heel makkelijk moet kunnen doen. Nee hoor, ieder zijn... Ieder zijn vak. Namens al die mensen hier, namens de AVRO, namens de mensen thuis, zou ik jou ontzettend willen danken voor het feit dat je de presentatrice was vanavond. We hebben er een aantal voor je gehad. De eerste was Anton Geesink, toen kregen we Joop Doderen, toen kregen we Judy Schompen, toen kregen we Patricia Pai. Wie wordt het volgende maand? Leonie Jansen. Dames en heren, Leonie Jansen! Tjoe, tjoe, tjoe!